Nou, vertel je, ik ben begonnen met IBM. Ja. Wat was toen jouw rol? Waar ik naartoe wil is van, hoe is nou van, ja, ik zal niet zeggen jongste bediening, maar ergens in de bediening altijd onderaan de ladder, zo moet ik stellen. Nou, nu sta je eigenlijk al op een van de hoogste sporters, zoals ja. In ieder geval binnen CPI. Ja. En die weg daar naartoe, lijkt mij, is een heel interessant. Ja. Hoe is dat in jouw geval gegaan? Zoals altijd, denk ik, een aantal toevalligheden en een aantal dingen die je zelf bewust hebt gedaan. Maar we beginnen met wat je bewust doet. Want dat kun je niet doen. Nou, ik begin eigenlijk nog niet zo veel bewust. Dus laten we daarom even. Okay. Daarna werd het wat bewuster, maar dat duurt heel even. Toen ik van school kwam, ik heb de HAO gedaan, commerciële economie. Heb daarbij toen ICT als vak, als kaskaarten en dat soort handel. En na de HAO dacht ik, dat ga ik nou doen. Nou, dat was in 1979, zoals ik al zei, was geen baan te krijgen. Er was echt geen baan te krijgen. Er was gewoon werkloosheid op het moment. Dramatisch. En ik kwam van school en dacht, nou, dan heb ik dat diploma en dan ga ik. Ben ik eerst nog even 6 maanden gaan studeren in Rotterdam. Maar ik wilde het eigenlijk niet. Toen ik morgen een baan krijg, ik ga studeren in Rotterdam. En na 6 maanden wist ik zeker dat ik het niet wilde. Dat wilde ik al niet, maar toen wist ik het zeker dat ik het niet wilde. Dus ben ik toch weer opnieuw gaan zoeken. Toen ben ik brieven gaan sturen aan alle grote bedrijven. Ik denk, dan ga ik naar een klein bedrijf en grote bedrijven. De NAM en de ABN AMRO. Rabobank, IBM, 3M, ik weet niet wat ik allemaal, Shell, alles geschreven. En of wat voor soort functies ging het dan? Gewoon open ja, openstaatstaat. Ja, waar hebben we geen functies? Ja. Maar we hebben ook niks. Ja. Dus ik denk, nou, ik ga me mezelf te voorstellen en een nieuw idee. Daar kreeg ik nergens reacties van. En tot ik op mijn studentenkamer zie, ik stond nog op kamers, en dan kreeg ik een telegram. Nou, dat vond ik wel heel wat. Een telegram. Ja, maar ik kreeg op mijn studentenkamer een telegram. Staat dat niet? Nee, dat staat helemaal niet meer, maar ik kreeg een telegram, zo'n mooi telex-telegram uitgetikt. Er stond IBM, kun je dan en dan bij ons zijn voor een gesprek? Nou, dus zo ben ik IBM gekomen, want ik was toevallig. Ze hadden heel lang factuurstof gehad, en was precies 3 maanden was het open gegaan. In die 3 maanden begonnen wij een brief op het bureau, en toevallig werd uitgenodigd, en toevallig werd uitgenodigd. Zo ben ik IBM gekomen. Gewoon een functie als? Administratie. Dus ik werd OP Scheduler, dat betekende dat ik. Ik was heel belangrijk, want ik zorgde ervoor dat de kopieermachines van de fabrieken in Nederland terechtkwamen. En dat moest ik logistiek begeleiden. Een proces. Gewoon proces. Ja. Ik maakte mijn boer uit dat ik wilde op een andere werk. Dus dat heb ik een jaar gedaan, want toen dacht ik, ja, IBM, computers, grote mainframes, verkocht ik toen. Ik snap geen moeder van de computers. Ik denk, dat kan niet waar zijn dat ik iets administreren dat ik niet begrijp. Dus toen ben ik ondergeschoven naar Amazon Driving. Bedrijven wilden de kosten verlagen, de administratie van onze kosten. Die wilde ik programmeur worden. Nou, programmeur, nooit over nagedacht. Ik had altijd gedacht, ik heb het niet gedaan. Computers, eigenlijk vond ik het helemaal niks meer, maar ik ga eens kijken. Nou, tot stond op de basis in haalde ik test, zware wiskundige testen en zo, dat haalde ik. Staat hier nog een beetje op de bord. Ja. En werd toen programmeur. Dus ik heb 3 maanden opleiding gehad, intern. 3 maanden heb ik leren programmeren in PL1 toen de tijd. Een oude taal. Zeg je ook een mooie COBOL misschien? Zeg je nog wat? Misschien was het geschiedenisboekje dat weet ik. Maar vond je dat leuker dan? Want je zei, je was al 6 maanden in Rotterdam gaan studeren en toen zei je van, nou, dat wil nee, ik niet. Doen. Niet. Maar waarom knapte je daarop af en ben je weer? Ik vond studentenleven geweldig, maar ik was helemaal niet in staat om op dat moment te zien waarom ik al die theorie op moest nemen. Ik had al die ook gedaan, lekker praktisch, lekker. Was ik gewoon niet toe. En Willy Wim? Ik was daar gewoon niet de type voor om nog eens een keer een theoretische studie te gaan doen in mijn ogen. Nee. Maar dat was hoe ik in mijn ogen aan werken. Maar Willy Wim? Ben je wel, dat is natuurlijk niet echt een studie, maar ik vond wel dat ik bijna niet van voel. Nee, absoluut. Ja, absoluut. Ja. Toen ben ik programmeur geworden, ben ik eerst 5 jaar gewoon gaan kopiëren, gewoon programma's gaan bouwen en aan de slag gaan. Zo heb ik computers leren kennen en dat was een tijd. Mainframes waren grote flikkerende groene schermen. Zat daar toen al een management element in die nee, rol? Totaal. Totaal. Nee, ik had hier gewoon van die rol truien aan en oude spijkerbroeken en slippers. Ja, ja, ja. Ja, ja. Een beetje voor jezelf. Ik was nooit echt een nerd. Maar, oké. Lang van kort, ik kwam na 5 jaar erachter dat er waren mensen van subcontracting firma's. En die zaten in een ingehuurd om die ook te programmeren. En ik kan na 5 jaar die waren al 2 keer zo snel en 2-3 keer zo slim en die gingen met die machine aan de slag, dat ik echt denk, nou dat ga ik nooit leren. Zo
zo technisch ben ik blijkbaar niet. Dus ik kan best nu leren. Toen ben ik naar de processen en de datamodellen gegaan. Ben ik gaan analyseren. Dat vond ik eigenlijk leuker om zeg maar, met gebruikers te praten. Te kijken wat wil je dan en hoe vertaal je dat dan in een IT-programma. Dus dat ging ik eigenlijk meer richting de gebruiker toe. Vond ik leuker de machine. Want je moet op geen keuze maken. Je gaat naar de machine toe. En je gaat heel technisch worden of je gaat naar de gebruiker toe. Je gaat veel meer in functies denken en processen denken. En dan zit je met sales ondersteuning? Sales ondersteuning, van alles. Maar nog steeds intern en dat deed ik af en toe voor klanten. Op een gegeven moment ben je daar klaar mee. En dan denk je, nou snap ik het niet van computers, maar ik snap nog niks van het bedrijf. En ik vond dat mijn manager eigenlijk, die snapte het eigenlijk niet echt, vond ik. Het moest anders. Nou, vanaf dat moment komt er een soort... Kan beter. Ja, dat kan beter en anders. En ik vond het gewoon niet. Er zat geen visie achter, er zat geen energie achter. En die man die zat daar maar. En ik denk, ik vond er in ieder geval niks.